De commissie Bruisend Nijverdal had voor vandaag nog meer in petto dan alleen het planten van 7 bomen. In het Huis voor Cultuur en Bestuur werd de tentoonstelling geopend over 175 jaar Nijverdal. Met het onthullen van een fotocollage en het Wilhelmina-boek opende burgemeester Christen de tentoonstelling, die verdeeld over verschillende thema's een beeld geeft van 175 jaar Nijverdalse geschiedenis. Een geschiedenis waarin ook de Tweede Wereldoorlog een grote rol heeft gespeeld, zo benadrukte Christen. De historische kring Hellendoorn Nijverdal en de Stichting Evenementen Nijverdal hebben hard gewerkt om een aantrekkelijke, gevarieerde tentoonstelling samen te stellen. Eigen oogst zorgde ervoor dat alles zo mooi mogelijk wordt gepresenteerd. Behalve de tentoonstelling over de geschiedenis van Nijverdal zijn ook de inzendingen van de fotowedstrijd en de stripverhaalwedstrijd te zien. Later komt er nog een vierde tentoonstelling bij over 50 jaar Molukkers in de gemeente Hellendoorn. Die tentoonstelling wordt pas geopend op de dag dat het 50 jaar geleden is dat de Molukkers in Nijverdal kwamen.